In de rust een paar strepsels en dan kan je weer door. Ik denk dat we tegen een topploeg hebben gespeeld vandaag. De intensiteit was enorm hoog. We hadden moeite in balbezit, denk ik, echt onze vrije mensen te vinden. En ja, dat vraagt dan van nog meer moed of nog meer lef. Maar je moet ook naar Liverpool kijken, de intensiteit waarmee zij ons afjagen en toch vol af en toe in de 1 tegen 1 gingen. Hadden we moeite mee. Leerzaam, ik denk voor ons als team. Je ziet als wij van begin af aan niet voetballen op een hoog tempo vanuit achteruit, dat we in de problemen komen. Dus dat is denk ik een punt wat we mee moeten nemen. In 20 minuten voor tijd had ik het gevoel van we krijgen meer grip. We krijgen meer zelf ook omschakelmogelijkheden. Wat leidde volgens mij tot een grote kans van Daley Blind. En ja, dan op het einde dat hij dan nog valt met een standaard situatie is wel zuur. Je kijkt door dat die bal over de doel was ook. Nee, voor mijn gevoel niet. Maar ja, ik zit zo in de wedstrijd en ik zie Dusan de bal wegkoppen. Dus je kan niet helemaal inschatten of hij er wel of niet overheen is. Op het moment dat ik naar de scheidsrechter keek en hij keek op zijn horloge, dan weet je, over het algemeen ligt de technologie niet. Ik kan niet zeggen dat het onverdiend is natuurlijk van ze. Liverpool was denk ik wel de betere vandaag. Dat is duidelijk en dat is ook geen schande. Ik had net met Jurriën Timber over in de kleedkamer. Die vroeg van of ik het wel vaker bij Ajax zo druk heb gehad. Dat kon ik me eigenlijk niet echt herinneren, zeg maar. Dortmund thuis heeft wel een paar goede ballen gehad, maar niet dat ik zoveel ballen op goal heb gehad. En, ja, gelukkig kon ik me daarin grotendeels onderscheiden, maar het heeft helaas niet geleid tot de punten. Ik denk dat we gewoon rustig verder moeten gaan. Deze intensiteit kun je alleen maar van leren waarin je tegen speelt. Dat heb je niet vaak in de Nederlandse competitie. Je zal de dingen iets sneller moeten doen op dit niveau. En dan nog moediger. En ja, dan denk ik dat je een grote stap kan zetten. Ja, zeker. Dat is in de rust een paar strepsels en dan kan je weer door. Ja, je hebt een goede wedstrijd gekiept op Anfield. Kun je daar nog een beetje tevreden op terugkijken? Of ben je er nu helemaal klaar mee en wil je gewoon lekker terug naar Amsterdam? Nee, ik ben wel klaar mee, ja. Ik wil graag winnen. Niet een klein beetje dat je denkt, toch op Anfield een goede wedstrijd gekiept? Nee, weet je, ik wil graag een punt halen en al winnen. En kijk, als we met een punt weggaan, dan heb ik zoiets van, ja, oké. Het heeft in die zin nut gehad, we hebben een punt meegenomen. Maar ja, dat mocht niet zo zijn. Dus ja, ga je wel met frustratie terug.